Welkom in de korstige kraam. Ik heet Octo en wat mag het zijn? Ik wil een, misschien een, ik wil een, nee. Misschien een. Bent u van plan om vandaag nog te bestellen? Ik wil een krabburger. Heel origineel. En met extra uien. Zo, u durft wel, zeg. 1 krabburger, extra uien. Oké, 1 huilenballen, komt eraan. Kontje, tamburger, ketchup, mosterd, augurk, extra uien, sla, kaas, tomaten en top in die volgorde. 1 huilenballen voor meneer. Uitsloven. 12 krabburgers op bruine bolletjes. Broodje, burger, ketchup, tomaten, broodje, burger, ketchup, tomaten, broodje, burger, ketchup, tomaten, broodje, burger, ketchup, tomaten, broodje, burger, ketchup, tomaten. 1 dozijn jankende koeien op de boerderie. Hup! Bedankt, boer Bart. Geweldig u te mogen bedienen. Mag ik wat extra zout? Zout is op. Wilt u kijken? Nee. Mag ik raden dunnen en kleine salade? Ik wil een 3-dubbele megakrilbaas, bergenrief, extra gordelroos met een natje en een droogje en een beetje vettig. Ik wil hem huilend, brandend, zuigend en zwemmend op het bord. U kunt hier alleen eten bestellen. Ik heb hem al, Octo. Bubbelbaars. Squarepants. Ik hoor dat jij een vette krabburger maakt. Jep. Ik hoor dat jij nogal kieskeurig bent. Ja, jep. Oké dan. Alsjeblieft. Nou, bubbelbaars, wat vind je ervan? Hij is best lekker, ja. Het enige is, je bent de augurk vergeten. Oh. Nee, de beste die er is. Ha, nee, dat dacht ik toch niet. Jij verliest. Maar de augurk hoort ertussen te zitten. Ik had ze ertussen. Waar zijn ze nou? Augurk, augurk, augurk. Volgens mij ben je me 1 euro schuldig. 1 euro? De garantie. Niet goed, geld terug. Hoe dat? Kunnen we daarover praten? Nee. En wat dacht je van korting op het toilet? Dacht het niet. Op een gratis glas water. 10 gratis glazen water. Ik doe de reis in. Nee, kom terug. 1 euro. 1 euro. Oui, oui. Een krabburger voor u, monsieur. Eerst de burger. Ja, SpongeBob. Dan les ingrédients. Ja, oui. Le mosterd. Le, hou op met die onzin. Maar blijf maar krabburger. Le, even wachten. En voilà. Van onder je neus. Ik besterf het bijna, SpongeBob. Ik meen het serieus. Moet je zien, Octo. Het geschenk van meneer Krabs aan een heel bikinibroek. De Krabburger. Oké, kom, geef hier. Doe nou, SpongeBob. Kappen. Ik doe niks, ik zweer het je. Meneer Krabs, de Krabburger is behekst. Staan blijven, burgerpiraat. Dit is geen spook. Dit is Plankton. En hij steelt mijn buit. Luister eens goed, Krabs. Als ik jouw krabburgerrecepten weten komt, kun jij die zaak van je wel vergeten. Ik heb een opleiding. Hey, laat me los. Laat me los. Ik laat je heus wel gaan, windbuil. Op een vliegende schotel. Jij hoort thuis in Snack van de Emmer. Dit zet ik je betaald, Krabs. Oh, wat moet ik doen? Ik heb 1 euro betaald van die 2 laars en ik heb er niks aan. Oh, en meneer Krabs, ik kom mijn loon vangen. Bonsje Bobby Bob. Kom binnen. Kom binnen. Deze kant op, maatje. Ga maar ergens zitten, maar niet op deze prachtige, dure laarzen, hè? Zo, dus jij wilt je loon. Meneer, ik kan u niet zien. De laarzen staan in de weg.
in de weg. Deze laarzen blijven hier staan. Dit zijn de duurste en mooiste laarzen die ik ooit heb gehad. Wauw, echt waar? Hoezo? Volgens mij zijn het doodgewone laarzen. Doodgewone laarzen? Dit zijn de originele frietbakkerslaarzen. Alleen de beste frietbakkers mogen deze laarzen dragen als onderdeel van een traditie. Ik heb deze laarzen gekregen van de beroemdste frietbakker van de zee. Wie is dat? Zijn naam is niet belangrijk, maar hij was heel beroemd, zeker weten. Ik wil ze, ik wil ze, ik wil die laarzen. Sorry, knul. Deze laarzen zijn een fortuin waard. Oké, en als ik er nou mijn loon voor inlever? Loon niet te geloven. En dan schilder ik de zaak ook nog even. Niet te geloven. En ik ververs iedere week het vet van de frituur. Je moet kappen nou hoor. Ik krijg een hartaanval. Wauw. Die laarzen zijn van jou. Hey Octo, kijk. Ben je van mijn laarzen? Staan wel cool, hè? Nu ben ik een echte frietenbakker. Ik word helemaal gek van dat jong met die laarzen. Nonsens, Octo. Dat gepiep klinkt als muntjes in de oren. Ik bedoel muziek, hè? SpongeBob, mee naar mijn kantoor. Wat is er aan de hand? Dit is de vierde keer deze week dat ik je ergens vanaf schraap. Ik heb eens nagedacht. Je moet eens een keer nadenken over je werk. Met alle respect, meneer Kraps, maar ik heb nagedacht over het opgeven van mijn arbeidersbestaan en een nieuw, vrij, natuurlijk leven te beginnen bij de kwallen. SpongeBob, je zou nog geen dag overleven in het wild. Dit is je natuurlijke omgeving. Dit is je uitgestrekte terrein. Dit zijn je diepblauwe golven. En dit is je gouden scepter. Daarmee regeer je. Is toch veel beter dan naar een kwallen, SpongeBob. SpongeBob? Ik kan het heus wel langer dan één dag uithouden. Wacht maar af. Garnalen. SpongeBob, wacht! Ah! Die komt wel terug. Niks van. Als een gratis saladebar geen klanten lokt, wat dan wel? Octo! Ja, meneer. Er gaan hier wat dingen veranderen.
Oh, oh, een klant. Welkom in de korstige krab. Spongebob, leg hem in de watten. No way als je het verpest. Ai, ai, meneer. Welkom aan boord, meneer. Hier in de korstige krab bent u de kapitein. En ben ik maar een scheepsjongen. U hoeft maar dit te zeggen en ik zal voor u door het vuur gaan. Mag ik uw bestelling? Ik wilde enkel wisselen voor de telefoon. Ai, jij meneer! Monsieur a changé! Bedankt. Alsjeblieft. Ja. Ah! Zoals jullie gemerkt hebben, is de winst erg laag deze maand. We hebben een truc nodig om klanten te lokken. Hebben jullie suffers misschien ideeën? Ik weet wat! Een gratis paar sokken bij elke bestelling. Of misschien dubbele burger happy hour. Ik heb het. Wat dacht u van mondvol mosseldag? Iedereen die hier komt met een mondvol mosselen krijgt een gewapend drankje. Nou, ik dacht meer aan iets als bijvoorbeeld live entertainment. Huh? Dat is het, een live show? Nee, wacht, een talentenshow met uw gast hier. Dit is het moment waar ik, wij van gedroomd hebben. Stelt u zich eens voor, u zult verantwoordelijk zijn voor het brengen van cultuur naar de cultuurbarbarij die Bikini Broek heet. En dan heb ik het niet eens over het geld. Het geld? Ik zie het al voor me, uw dochter Parel, haar naam in neonletters. Kleine Parel, een ster. Anemone, een talentenjacht. Ik heb talent. Ik moet het tegen iedereen zeggen. Afgesproken, Octo. Maak van mijn kleine meid een ster. Oh, papa, waarom zit je me nou weer voor schut? Vliegende Hollander. Leuk feest, hè? En als wat ben jij verkleed? Zie je dat niet? Ik ben een goudvis in een kom. Zie ik niet. Klaar, SpongeBob? Oké, Patrick. Licht uit! Geef mij jullie zielen. Jullie verdiende loonhuilenbalken. Ieder jaar weer mensen die zich verkleden als mij. En zo de Vliegende Hollander belachelijk maken. Maar dat is niet de reden dat ik jullie zielen steel. Nee, dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Van alle Vliegende Hollander kostuums die ik ooit gezien heb, is de jouwe het meest beledigend. Bedoelt u dat ik niet eng ben?
Jij en zal ik je eens iets over eng vertellen? Er zijn veel verschillende enge dingen in de wereld. Spinnen bijvoorbeeld. En ik ben eng, maar jij? Jij bent niet eng. Oké, het is tijd voor actie. SpongeBob! Eerst moet dat stomme kostuum uit. Hey, krijg nou, ik heb hem bang gemaakt. Al klaar? Grant, moest jij niet werken vandaag, SpongeBob? Ik zou vandaag graag gaan werken, maar het is zondag. De krokante krab is dicht. Wacht eens even, ik kom er zo aan. Hallo? Ah, eindelijk alleen. Octo! 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 Nou, hier is hij niet. Wedden dat die fanatiekeling al op de kwalf is. Aha, eindelijk zijn ze weg. Wat krijg ik? Klopt? Oh nee. Nou ja, iemand zal me wel missen en naar me op zoek gaan. Voor ik het weet ben ik hier uitgehaald. 2000 jaar later. Mondjes! Een bevroren cefalopod! Voor ik het weet, ben ik hier uitgehaald. Gegroet, oerling! SpongeBob, ben jij dat? SpongeBob? Nee! Ik ben SpongeBob. Welkom in de toekomst! Wat? Welkom in de toekomst! De toekomst. Oké, wat is hier aan de hand? Waarom is alles van chroom? Omdat in de toekomst alles van chroom is. Oh, nee. Onmogelijk. Hij ligt. Het klopt. Natuurlijk klopt het, Octo. Vraag het maar aan mijn klonen. Voor Spon X en Z. Zijn er nog meer letters van het alfabet bij betrokken? Zeker, alle 486. Toekomst. 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 Dank je. Luister, alle vier, ik hoor hier niet. Het is een vreselijke vergissing. Doe, we moeten er iets aan gaan doen. Kwallen vissen! Kijk, iemand hier, kwallen vissen? Hi, Petron. Luister nou naar me. Ik hoor hier echt niet te zijn. Ik moet terug naar huis, naar mijn eigen tijdperk. Ik moet daarheen. Waarom zei je dat niet meteen? De tijdmachine staat in de hal aan je linkerhand. Oeps. Oh ja, daar stond de blikopener. Probeer de deur rechts. Nog geen klant te bekennen. Als ik vandaag geen geld verdien, ga ik de bietenbrug op. Jippie! Ik ben rijk. Kijk, Patrick, 8 gouden munten. Wacht, die zijn van mij. Mij. Nou, meneer Krabs, u zweet behoorlijk. Wat is dit? Waar zijn de munten? Dat zijn geen echte munten, meneer Krabs. Dit is een spel. De vliegende Hollander op jacht naar de schat. Gebaseerd op een echte schatkaart. Speel anders even een spelletje mee. Ja, kom op, rooie.
Zijn de tafels schoongemaakt? Ja, de tafels zijn brandschoon. Maar er plakt de laatste kauwgom aan de onderkant. Daar heb ik ook al geregeld. Oké, maatjes. Jullie hebben mijn klem vast. Mijn beurt. 5. Een van je maten heeft iets slechts gedaan. Stuur hem naar de nor. U gaat naar de gevangenis, meneer Krabs. Patrick, je bent ontslagen. Maar ik werk hier niet eens. Ja, wil je gelijk een baan? Oh ja, graag. Ontslagen. Ik ben... 1, 2, 3, 4. Zoek een aanwijzing. Kijk door het gat in de boom en ga die kant op. Hé, hey, meneer Krabs, uw gulp staat open. Wat krijgen we nou, zeg? Grapje, meneer Krabs. Ik ben bijna bij de schat. U bent aan de beurt, meneer Krabs. Hoppa, kijk eens. 1, 2. U bent een echte piraat. Ga gelijk naar de X die de plek markeert. U mag de schatkist opgraven. De schatkist? Zou het... Kijk nou, Doris! Een schatkist! Hey, meneer Krabs begint weer te zweten. Zet die frituur maar aan, want ik heb een hele vette trek. Help niet doen! We zijn vandaag gesloten! Nog een spelletje. Dit is echt mijn spel, hè? Hoera! 6. 1, 2, 3. Ik heb alweer gewonnen. Dat is de vierde keer. Zullen we morgen doorgaan, meneer Krabs? Ik moet nou toch echt even slapen. Je gaat toch niet naar bed toe? Het spijt me, meneer Krabs. Tot morgen. Neemt u mij niet kwalijk. Kunt u mij misschien zeggen waar de vorken zijn? Die liggen hier, mevrouw. Dit is een lepel. 1 april! Welkom in de krokante krab. Waar kan ik u mee helpen? Ja, 2 portie frieten graag en een jumbo krabburger. Hey, wat is dat? Nou, ik zie helemaal niet... Hey, waar is die andere 1? 1 april! Ik ben gewoon hier! Die was leuk, man. Wat doe jij achter de toonbank? Neem me niet kwalijk. Mag ik hier een paar ijsklontjes bij? Tuurlijk! Een paar ijsklontjes voor meneer! Alsjeblieft! Bedankt. Hm? 1 april! Wat heb je erin gedaan? Wat heb je? U vroeg om een paar ijsklontjes in uw drankje. En ik heb er maar 1 in gestopt. Dat is inderdaad best grappig. Je schoen is los. 1 april. Je draagt helemaal geen schoenen. Zo is het genoeg. SpongeBob met zijn stomme grappen. Ik zal hem eens laten zien wat een echte grap is. Oh, Jotem. Iets voor mij om op te ruimen. Eén april. SpongeBob!
Oeps. Oh. 1 april, kleine braadworst. SpongeBob. Het was een grapje, hè? Oh. Ah, kom op, jullie weten toch dat het een grapje was? Toch? Tjonge jonge, arme knul. Die vent moet nog heel veel over zichzelf leren, schatje. 1 april. Oem. Wacht, niet weggaan. Hé, hey, je bent een goed wijs, man. Wacht, stop, wacht, het was een grapje. Opsie. Waarom gaat het altijd fout als ik een keer lol wil hebben? Ik wilde hem niet aan het huilen maken. Ik denk dat er niks anders op zit dan SpongeBob te vertellen dat het me spijt. Ik denk dat ik me maar moet verontschuldigen. Dit gaat een stuk moeilijker dan ik dacht. Morgen, krokante vrienden. Hoi Patrick, wat mag het zijn? Een momentje hoor. Die vervloekte bakplaat heeft mijn vinger gebrand. Voel mijn wraak, bakplaat. Wat zei ik nou over je krachten gebruiken, leerling? Goede burgers worden gemaakt met liefde, niet met magie. Ze zijn terug! Ik heb het met mijn eigen ogen gezien! Ja. De hakken! De hakken! Hé, hey, neem mijn kaarhompje. De hakken! De hakken! Doe toch maar meenemen! Oh. Je weet half niet wat een mazzel je hebt. De hakken! Ik stond daar! Rustig mijn eigen zaken te doen! Ik zou graag een van uw boeiende zeeverhalen willen horen, maar ik moet mijn vuilnisemmer inspecteren. Kijk, daar zit er een. Oké, maar zeg niet dat ik je niet heb gewaarschuwd. Gewaarschuwd waarvoor, meneer Krabs? De haken, mijn maatje. Ze zijn terug. Pas op voor de haken. De haken? Ja, de haken. Ze hangen daar en lokken je met hun mooie vormen en verleidelijke kleuren. En net als je denkt dat je het paradijs hebt gevonden, grijpen ze je vast en halen je ruw naar omhoog. En hoger, en hoger, en hoger. Tot je aan de oppervlakte bent, snakkend naar adem. En dan koken ze je. En dan eten ze je. Of erger. Wat is er nou erger dan dat? Souvenirwinkels. Laat ze me niet vangen, meneer Krabs. Rustig maar, jongen. Ze krijgen je niet. Niet zolang je naar die oude meneer Krabs luistert, tenminste. En nu terug naar de keuken. Tijd is geld. Ai, ai, meneer Krabs. Goeiemorgen, krokant vriendje. Hey Patrick. Gratis. Het is kermis in de stad. Kom mee, daar gaan we. Ik kan nu niet weg, ik ben in het werk. Maar het is toch geen weggaan? Je neemt gewoon een pauze. Hoor ik daar nou een deur? Ruik je dat? Die geur. Die vreselijke geur. Die vieze, penetrante lucht. Jackie. Anchovies. Wat? Anchovies! Hey, stilte! Zo gedraagt een vis zich toch niet? Eet. Kunnen we misschien even een beetje fatsoen tonen en ons als keurige anchovissen netjes opstellen in rijen van 5? Ik ben met Katootje naar de spatelmarkt gegaan. Lalalala. Alle hens aan dek, haal die vin uit mijn broek. Ik zei alleen maar opstellen in rijen van 5. Sluit de scheepsluiker, meneer Octo. We maken water, meneer Octo. Ik wil naar mama, meneer Octo. Weet wat ik wil. Spatel hier, spatel daar, hydrodynamica. Spatel hier, spatel. Man overboord! Klimmen, meneer Octo! Klimmen! Dit is het einde. Vaarwel, meneer Octo. Oh, meneer Krab. Mag ik aan boord komen? Da 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 da
Maar wat? Precies, de hydrodynamische spatel met een brug- en stuurboordverbinding. En vergeet de turboaandrijving niet. Jullie boeven, want het was de laatste. Laat het eten! Jongens, eten! Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as Andy's daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. Dat was de mooiste snackbaractie die ik ooit heb gezien, SpongeBob. Welkom aan boord. Maar meneer Krabs... Hulde voor SpongeBob! Hip hip! Hoera, meneer... Hip hip! Hoera, Hip hip! Ja, meneer Krabs. Ik zit in mijn hut. De buiten tellen. Goedemorgen, krabteam. Wat wilde je bestellen, Patrick? Eén krabbig pastijtje, graag. Wat? Meneer Krabs, kom eens kijken naar uw nieuwe werknemer. Schiet op met die stoelen, SpongeBob. We zijn al gesloten. En ik wil graag naar huis. Ik neem hem, ik kom aan. Hallo, sorry meneer, we zijn dicht en... Ahoy, krokant krap, kan ik u helpen? Pizza? Tuurlijk hebben we pizza. Meneer Krabs... Onze bezorginkvis brengt er bij u thuis. Meneer Krabs, we hebben geen pizza's. We bezorgen niet. Wij bezorgen niet, maar jij wel. Kunt u het SpongeBob niet laten doen? Goed idee, ga maar samen. Dat is niet wat ik bedoelde. Hey, SpongeBob is terug. Wat? Is terug? Oh, wat? SpongeBob is terug. SpongeBob is terug. Hij is terug. Ik denk dat je terug bent. Wat hoor ik? Is SquarePants terug? Hier ben ik, Bubbelbaars. Ik dacht dat ik je hier weggejaagd had. Ik hoor hier thuis. Ik wil één krabburger. En deze keer, niet de augurk vergeten. Zit erop! En weer geen augurk. Kijk maar. Je hebt weer gefaald, SpongeBob, sukkelpukkelbroek. Hey, wacht eens even. Kijk, hij heeft de augurken onder zijn tong verstopt. En de augurken van de vorige keer. En mijn autosleutels. Hé, hey, mijn bus. Drie hoeraatjes voor de terugkeer van onze meesterkok, SpongeBob! Hiep, hiep! Hoera! Hoera! Hiep, hiep! Hoera! Hiep, hiep! Hoera! En drie hoeraatjes voor de kok die mijn plaats heeft ingenomen toen ik weg was! Octo! Hiep, de biep! Boe! Hiep, de biep! Boe! Hiep, de biep! Boe! Boe, kou!
zeg. Noemen ze dit eten? Mijn broodje smaakt naar gebakken schoen. Mijn broodje is een gebakken schoen. Hé, hey, schiet eens een beetje op. Ja, we hebben honger. Ga ons eigenlijk iets te eten. Schiet nou toch eens op, man. Het is een slaap. Kom nou eens op met je eten hier. Hé, slak, wat kan je nou toch allemaal niet doen, joh? Weet je wat je allemaal doet? Waarom willen jullie deze rotzooi eigenlijk eten? Meneer Octo. Wat is hier allemaal aan de hand? Het is een gekhuis, meneer. SpongeBob is nog steeds niet terug van zijn pauze. Ik dacht dat je zei dat SpongeBob een pauze heeft genomen. Sinds de krilhongersnood van 59 neemt niemand in de krokante krab pauze. Maar goed, vertel verder. Hij heeft een pauze genomen. Oké, SpongeBob Luilakbroek. Ik vind je wel. Deze neus ruikt luiheid tot op 10.000 zeemijl. Haha, ik zal je een lesje leren dat je lang bijblijft, jongen. Maar meneer Krabs, ik heb hulp nodig. Zo'n nacht heb ik nog nooit meegemaakt. Gelukkig vind ik veel rust in mijn werk. Basta, meneer Krabs. Ik ga nu mijn snipperdagen opnemen. Ja? Is er iets, meneer Octo? Ik kan niet meer opschieten met sfeer als beste frietbakker. Tot volgende maand. Die frietbakker maakt me miljonair. Hou dat toch op? Hé, hey, meneer Krabs. SpongeBob! Bop, 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 bop. Ik zie dat je die laarzen aan hebt. Zeker weten. Let maar eens op. Kon die beroemde frietenbakker dit ook? Nou, ik denk... Ik kan nog veel meer. Kijk maar. En meneer Krabs, let op. Wilt u misschien iets bestellen? Ja, ik wil een broodje, paling. Uitstekende keus. We komen het zo bij u brengen. Heeft u dat een frietenbakker wel eens zien doen, meneer? En dat is nog niet alles. Let op! 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 Ik moet naar mijn kantoor! Ik hoor hem nog steeds! Het piept overal doorheen! De piepende laarzen! Die dingen moeten hier weg! En ik wil... En ik wil een aspirintje! En nu poëzie. Door Gerrit. Wat kan hij de dingen toch mooi zeggen? Kom op, Vandal. Als hij niet opschiet, hebben we geen tijd meer over voor de beste act. Ik. Octo, wat denk je? Gebruik ik meneer Glimmer of Fris en Schoon? Ja. Ik, de verbluffende Plankton, zal met behulp van prestidigitatie een krabburger laten verdwijnen hier live en voor u allen te zien. Eerst heb ik een vrijwilliger uit het publiek nodig. Ja! Had je gedacht? Einde voorstelling, kleintje. Deze keer heb jij misschien gewonnen. Hocus Kavaan! Hier zit een luchtje aan. Goed zeg, er stelt niks voor. Ik wil mijn geld terug en wel onmiddellijk. Mijn geld terug! Deze voorstelling is een ramp. Je ruïneert me. Nee, maak u zich geen zorgen, meneer Krabs. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Wacht u maar af. Ik hoop voor je dat je gelijk hebt. En nu, dames en heren, het moment waar u allemaal op gewacht hebt. We hebben het beste voor het laatst bewaard. Geef hem een heel warm applaus. De onvergelijkbare Octo. Ik heb er alles voor over. Stel
cultuur, barbaren. Jullie herkennen geen talent. Geen talent, geen talent, geen talent, geen talent. Hé, hey, Octo, mag ik nou op? Ja, het is afgelopen. Hey, maar dit is leuk. Hé, maar dit is pas echt leuk. Moet je die spot zien, zeg? Meenemen! Drie burgers, vier grote oestervellen meenemen, SpongeBob. SpongeBob! Hey, ik doe net of dit niet gebeurd is. Nou, maak dit klaar of ga weg, SpongeBob. Het is erg druk vandaag. Voor wie was dit? SpongeBob, begin je nou? Octo, ik snuffelde in mijn kantoor wat door de rekeningen. Ah, kijk, je hebt eindelijk een pruik genomen. Hi-ho! Ah. Jij dacht dat je me op het werk kon besluipen, hè? Vergeet het maar, want ik ben snel, gemeen en ik kan dit! Zo, die horen we niet meer. Oh, ahoy meneer. Wat was dat? Meneer, ze besloop me. In mijn eigen toko. Slik jij soms nieuwe allergiepillen, SpongeBob? Nee hoor, ik ben karate aan het oefenen. Ook wel karate genoemd. Karate? Jij bent hier voor de Ducaté. Hou dat in de gaten. Aan het werk jij. Ai ai, kapitee. Mooie pruikcocktail. Alsjeblieft, Parel. Gratis water voor al je vriendinnetjes. Bedankt, pa. Vergeet alleen niet dat meneer Krabs graag een fooi krijgt. Psst, meneer Krabs. SpongeBob, je bent te laat. Waar was je, maatje? Die haken waar we het gisteren over hadden, hè? Ik had je toch gezegd daar vandaan te blijven, hè? Nee. Ik bedoel, ja. Wel, ja, dat heeft u gezegd. En? Je hebt toch niet bij die haken gespeeld, hè? Nee toch, maatje? Natuurlijk niet. Wat ik bedoel, helemaal niet. Ik bedoel, jawel. Ja, ik heb het gedaan. Ik geef het toe. Oh, meneer Krabs. Ik schaam me zo. Moet u me nou toch zien? Ik zit vast. Hij zit er behoorlijk diep in. Wat moet ik nou doen? Ja, er zit nog maar één ding op, jongen. Oh, nee, meneer Krabs. Ik doe niet mijn broek uit. Niet voor al deze meisjes. Ah. Nee. Oké, ik doe hem wel uit. Ik doe hem wel uit. Zo. Jongen. Ah. Oh, nee. Oh, nee, 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 meneer Krabs. Nee, dit kan niet. Alles liever dan dat. Ik begrijp het. Je was een verdraaid goede kok, SpongeBob. Hulp gevraagd. Maar we vinden wel een ander. Hopelijk een die wel luistert naar meneer Krabs. Oh, meneer Krabs, ik beloof dat ik zal luisteren. Wow. Oh, red me alsjeblieft, meneer Krabs.